En heel eerlijk, het is een wonder als hij zo snel mogelijk weer gaat rijden, denk ik dan maar weer. De Wunderline laat nog even op zich wachten. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer zou eind dit jaar al open gaan, maar is toch uitgesteld tot halverwege 2025. In 2017 werd al bekendgemaakt dat de ondergrond aan de Nederlandse kant slecht was. Maar die blijkt nu nog slechter te zijn aan de Duitse kant. Het contact tussen Nederland en Duitsland rondom de Wunderline is goed. Maar fracties van D66 en GroenLinks zijn alsnog verbaasd dat het uitstel zo lang heeft geduurd. De Wunderline zou in 2024 zou die gewoon weer gereed worden en gaan rijden. De trein van Groningen naar Duitsland. En dat wordt nu 2025 vanwege verzakkingen aan de Duitse kant. Dat verbaast ons dat we het nu pas horen, maar ook gewoon dat we het eigenlijk 7 jaar geleden wisten we al dat de grond een probleem zou zijn. Benjamins van Oudheusden hoopt niet alleen dat het probleem nu zo snel mogelijk wordt opgelost. Dus we zijn heel nieuwsgierig van wat is nu de staat, wanneer gaat hij dan daadwerkelijk rijden, maar ook hoe gaan we borgen in de toekomst dat wij in de toekomst, als hij weer rijdt, want dat verwachten wij natuurlijk wel, dat het niet meer gaat gebeuren dat hij een keertje gaat verzakken. Ten gevolge van bijvoorbeeld de klimaatveranderingen. Hoewel het eindstation van de Wunderline Leer is, hoopt D66 dat er nog een Duitse plaats in het traject wordt opgenomen. Nu valt hij niet onder de concessie, zoals ze dat noemen, dus nu is daar geen sprake van. Maar het zou heel fijn zijn als Boende, nou ja, daar gaan heel veel Groningers gaan er al sowieso boodschappen doen met de auto. Het zou heel erg tof zijn als daar ook gewoon een mogelijkheid is dat daar de trein ook stopt. Zodat mensen ook gewoon met toch de duurzame vorm van de trein richting Boende kunnen. Het is nu alleen mogelijk om met de bus naar Leer te gaan. Het is daarom belangrijk dat de Wunderline zo snel mogelijk gaat rijden. Een trein is gewoon snel, heeft geen last van files en dat soort dingen meer. En de Wunderline is natuurlijk het eerste stukje zeg maar, voor de rest naar Duitsland toe. En een stapje richting de Lelylijn natuurlijk. Aansluiting op het hoge snelheidsnetwerk.